Welkom bij Klein. Ik heb vandaag een spiegelreflex bij me. Het is een SLT spiegelreflex. Het is de Sony Alpha 65. Laten we eens gaan kijken wat Sony allemaal meelevert met deze Alpha 65. De handleiding en de software uiteraard. Draagriem. Oplader. Bladsnoer uiteraard. De accu. Dit zal de lens zijn. Ja, kitobjectief. Met doppen zonder zonnekap. Zonnekap moet je er nou even los bij halen. En de Sony Alpha 65 body. Dit is wat Sony meelevert. Welke specificaties zijn we tegengekomen toen we met deze camera aan de gang gingen? Nou, allereerst de beeldsensor. Laten we maar gelijk het belangrijkste pakken. Daar zit hij. Dit is een beeldsensor met 24 megapixel. Dit is de beste APS-C sensor die Sony in huis heeft. De meest luxe. Deze is voorbehouden puur aan de Alpha 65, de Alpha 77 en uiteraard de Nex 7. Dus met andere woorden, dit is een beetje hun top-end sensor. En die resolutie die zorgt voor maximale details, hoe groot je ook af zou drukken. De camera is lekker snel, dat zijn we van Sony gewend. En dat komt door die SLT-techniek. Hier zit een spiegel in, maar zoals bij andere spiegelreflexen klapt deze niet. Dus bij een normale spiegelreflex, van welk merk dan ook, gaat die spiegel iedere keer heen en weer. Bij Sony SLT ligt die spiegel vast en gaat er constant beeld naar de sensor en dus constant beeld naar het display. En uiteraard wordt er ook licht omhoog gespiegeld, daar is die spiegel voor. En dat zorgt voor de autofocus, dat die snel met fasedetectie blijft werken. Door die spiegel die niet hoeft te klappen, is die dus zo snel. Hoe snel? 10 foto's per seconde. Voor die snelheid ben je bij andere merken duizenden euro's kwijt. Deze Sony Alpha 65 doet dat gewoon, die snelheid. En uiteraard met autofocus. We vinden een klapscherm achterop, wat we in dit geval wel dicht kunnen klappen. Bij de 58 niet, bij de 65 kunnen we gewoon dicht klappen. We vinden een aantal automatische programma's en een aantal handmatige programma's. Binnenin de camera is het de Bionce processor die zorgt voor goede beeldkwaliteit en weinig ruis. Hoge ISO-waardes zijn geen probleem voor deze camera. Uiteraard zit de beeldstabilisatie niet meer in de lenzen, maar gewoon lekker in de body, zodat je met iedere lens daar profijt van hebt. En hij filmt in Full HD 1080p. Mede door de Exmoor techniek levert deze camera snelle, mooie beelden. De compressie van de HD-filmpjes is AVC-HD. Daar kan je in ieder programma mee uit de voeten.